toch iemand binnen. Dus welkom allemaal, precies 70 en er zullen nog een aantal bijeenkomen. En de link zullen we later ook delen op de website van de IOH. Wauw, mensen blijven maar binnenkomen. Dus ja, heel uniek. We hebben niet zomaar Willy Lintner gevraagd. Meestal Willy is bekend om zijn films. En dit keer gaan we het over iets heel anders hebben. We gaan het hebben over het boek Wolf en Rivka, wat ik zelf ook heb gelezen. En ik vind het bijzonder inspirerend. En met name omdat het niet zomaar een kroniek is van een Joodse familie. Maar zoals ik het als derde generatie lees, het is ook een testament naar de toekomst. Het is het vertellen van een persoonlijke relaas. Van, met aan de hand van heel bijzondere familieverhalen. Maar denk ik ook om aan te geven dat de bedoeling was om in Europa het Jodendom uit te wissen. En dat is niet gelukt. Niet alleen zijn de herinneringen opgetekend, maar eigenlijk bedacht, en daar komen ze meteen ook nog even op, Willy, mij aan het denken. Want op een bepaalde manier hebben we eigenlijk in Israël, in alle vormen en groepen, zien we eigenlijk de continuering van alles wat er voor de oorlog in Europa aanwezig was. Van zionistisch tot antizionistisch, seculier en geloof. En gelovig en alles wat ertussenin zit. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je realiseert dat het idee was alles compleet weg te vagen. Zeker een boek om aan te raden, maar ook het inspireert. En het zet hopelijk iedereen aan niet alleen te denken, maar misschien ook te doen. Ik zelf wil ook graag iets met mijn persoonlijke familiegeschiedenis doen. Daar komen we later op terug. Dus allereerst hartelijk welkom, Willy. Bedankt ook dat je hier aanwezig bent met ons vanavond. Hoe is dit boek tot stand gekomen? Waar komt dit idee vandaan? Het idee kwam omdat er een tentoonstelling werd ingericht. 2,5 jaar geleden was het idee voor een tentoonstelling over Galicië, over Oost-Europa. En ik had een aantal spullen meegenomen. Ik ga daar elke 5, 6 jaar naartoe met mijn zoon en een neef. En dan gaan we naar die plekken waar mijn familie vandaan komt, mijn ouders vandaan komen, mijn vader, mijn moeder. Beide uit Galicië, dus dat is zeg maar Zuidoost-Polen en West-Oekraïne tegenwoordig. En het is altijd zo dat als wij daar komen, dan is er nog een rabbijn die daar is in West-Oekraïne, waar ik na al die jaren bevriend mee ben geraakt. En die begeleidt ons vaak. Maar hij heeft ook wel eens dingen, dan maakt hij een kast open en dan zegt hij, ik heb iets voor je, dat komt uit Delatin. Mijn vader komt dus uit Delatin, de familie van mijn vader zelf. En dit keer had hij een hele bijzondere, of een hele bizarre vondst eigenlijk. En dat was namelijk omdat er de Joden zijn daar allemaal met de kogel vermoord. Het is de Shoah met de kogel. Mijn grootmoeder en de hele familie is daar met de kogel vermoord. En daar heb ik 30 jaar geleden een monument laten plaatsen op die plek. En wij gaan dus altijd naar dat monumentje toe om een kaarsje te branden. En heeft men, waarschijnlijk de lokale autoriteiten van Delatin, daar een hek omheen laten zetten, een aantal jaar geleden. En daar zijn bodemvondsten uit de grond gehaald. Waar ik helemaal niet zo happy mee ben, helemaal niet gelukkig mee ben. Maar het is, hij gaf mij die doos en zegt dat komt daar vandaan. Het zijn allemaal spullen, bekijk dat maar. Nou, we hebben het meegenomen en dat is natuurlijk een hele treurige aangelegenheid geweest. Want dat waren de laatste bezittingen die Joden bij zich hadden uit dat stadje Delatin. Er woonden 3000 Joden, die zijn daar buiten dat dorp in het bos vermoord met de kogel. En ik wou die spullen niet zelf houden. Ik heb ze naar het Joods Historisch Museum gebracht, naar het Holocaust Museum in oprichting en gezegd van, misschien hebben jullie er iets aan om dit te laten zien. Want dit zijn tastbare bewijzen van wat er gebeurd is in de Shoah, in Delatin, in Oost-Europa, voordat Auschwitz begon. En toen hebben ze besloten om daar een tentoonstelling van te maken. Om dat te laten zien. Ook voor de nieuwe generaties te laten zien. Tastbare bewijzen te laten zien. Spullen te laten zien van wat daar
zich heeft afgespeeld en wat daar gebeurd is. En daar is het idee ontstaan om ook de geschiedenis, het lot van mijn familie te laten zien in deze tentoonstelling. Hoe ze naar Nederland zijn gekomen, waar ze vandaan kwamen, wat Galicië was. Het Joodse leven dat daar bestond. En zo heeft Emiel Schrijver en zijn staf hebben besloten om daar een tentoonstelling van te maken. Die tentoonstelling is er gekomen. Dat was de laatste tentoonstelling voordat het gebouw dichtging. Want het is nu dus nu dicht, want het wordt verbouwd. Daar komt een echt Holocaustmuseum. Dat gaat begin 2023 open. En deze tentoonstelling was het dus van eind 2019 tot maart 2020, dus vorig jaar. En die tentoonstelling heeft veel kijkers getrokken. Ik heb toen besloten om een boek er ook over te schrijven, om het hele verhaal op te schrijven, om het ook makkelijker te maken voor de personen die die tentoonstelling gingen inrichten, om een soort guideline te hebben van waar gaat dit allemaal over? Wat is hier gebeurd? En zo is mijn boek ontstaan. Ik heb er dus besloten om een boek van te maken. En bij de opening van de tentoonstelling is dit boek ook gepresenteerd aan Shula Rijksman. Dat is de CEO tegenwoordig van de Nederlandse Omroep. Dus de hoogste baas. En het aardige is dat Shula destijds bij mij begonnen is als filmmaakster. En zij heeft mij geassisteerd, eigenlijk zelfs geïnitieerd om mijn vader te filmen. Dat was in 1980. 40 jaar geleden, om zijn verhalen vast te leggen. Ze kende zijn verhalen, ze heeft er ook naar geluisterd, zoals mijn vader was echt een verteller. En ze, dat moeten we vastleggen. En zo heb ik met Shula Rijksman mijn vader urenlang geïnterviewd over het leven in Galicië, het leven in Oost-Europa, wat hij daar heeft meegemaakt. En dat was de reden waarom ik bij de opening van de tentoonstelling en het overhandigen van het boek haar het boek heb gegeven. Dat boek bestaat dus uit een aantal verhalen. Het is in grote lijnen mijn familiegeschiedenis. Uit zowel Delatin, dat is een stadje in het oosten van Galicië. En Przemyśl, dat is een stad in Polen tegenwoordig. Maar dat was dus ook Galicië. En daar komt de familie van mijn moeder vandaan. En zij hebben elkaar ontmoet in Amsterdam. Mijn vader reisde alleen, heeft zijn moeder met zijn familie daarachter gelaten. Eén zus was al in Canada, die was een oudere zus. Zijn vader was al in de Eerste Wereldoorlog overleden. Mijn grootvader was een soldaat in het Oost-Hongaarse leger, is door een schotwond ontwond om het leven gekomen. En hij ging naar Amsterdam zijn geluk zoeken. In feite door naar Amerika, maar daar is het nooit van gekomen. Hij wilde eerst zijn moeder en de familie ook naar Nederland halen en dan verder kijken. Mijn moeder reisde dezelfde tijd uit Przemyśl. En mijn vader kende die familie. En hij reisde in feite met hen mee. Dus misschien wel goed om even te laten zien. Die foto die daarachter zit, die je daarachter ziet. Dat is, mijn grootmoeder zit daar. En de zusters van mijn vader. En een van de kleinkinderen, een van de kinderen van die zusters. Die hij achter heeft gelaten toen hij naar Amsterdam kwam. Je grootmoeder is daar aan de achterkant, hè, geloof ik, in het midden. Dit is, ja, ik weet, links, helemaal links, is mijn grootmoeder. Ja. Die oudere vrouw die daar zit, dat is een foto. Die daar zit beneden naast de kleindochter. Naast de kleindochter. Dat is mijn grootmoeder. Even onderbreken. Willy, we zien je niet goed. Je belichting is heel slecht. Mensen. Maar als je me maar hoort, is dit beter? Ja, misschien wel. Nee, het maakt niet uit. en die, dat plaatje daarachter, dat kun je wel zien? Ja, dat zien we goed. En kan je me nou ook zien? Of is dit weinig? Er zit nu te weinig licht. Ah, oké, dan laten we het zo. Een beetje ruizig. Is het niet een beetje een ruizig beeld? Ja, wat ik wel kan doen, even kijken als ik... Nee, dit is slechter. Dit is nog slechter? Dat ben ik. Kijk, als ik je move, dan kun je wel scherp zien, maar je bent dan wel te klein. Dus ik denk toch dat ik terug ga naar Spotlight. Ja. Ja, het is niet anders. Wat doe je nu? Oh. Ja, nee, maar de foto komt... Ben ik wel te zien of zo? Ja, jawel.
is prima. En de foto is ook in het boek te zien. Later zullen we ook de link delen. Het boek is nog te verkrijgen. En denk ik ook digitaal. Hè? Is er ook een e-book van gemaakt? Dat weet ik niet. Zouden we even na moeten kijken op internet. Het boek heet De Wolf en Rivka, Chroniek van een Joodse Familie. Nou, ja. Zal ik mijn verhaal nog even afmaken? Van jouw allereerste vraag. Dus mijn wolf, dat is de vader van mijn moeder. Die zie je links. Hij was beide Chassidische families. Het was een Chassidische streek. Galicië was Chassidisch. Je ziet daar mijn grootvader Wolf Kern. Ik ben naar hem vernoemd. En rechts zie je mijn grootmoeder Rivka. Die je ook op die foto ziet. Het interessante van die foto is, ze hebben elkaar nooit gekend. Mijn grootvader is met de familie in 1930 naar Amsterdam gekomen. En mijn grootmoeder is in Delatine achtergebleven. En die hebben elkaar nooit gekend. Wat ze gemeen hebben is dat ze beide de oorlog niet hebben overleefd. Je ziet, als je naar het portret van mijn grootvader kijkt, dan zie je een chassid. Hij was een Bluzhoever Gusset. Bluzhoev, dat was een stadje in de buurt van Przemyśl, waar een bekende rabbijn was. En mijn grootvader, die daar vandaan kwam, was een aanhanger van deze rabbijn. Hij ging ook wel eens met hem naar zo'n kuuroord in Marienbad en in Karlsbad. En gingen die rabbijnen elk jaar met hun aanhang daar naartoe. Daar deed hij ook aan mee. Toen hij in Nederland kwam, gingen zijn pijers eraf, want dat vonden ze in Nederland niet zo fijn. Ze hadden in Amsterdam, de Nederlandse Joden hadden in Amsterdam, en er zullen misschien ook een aantal zich mogen aantrekken die kijken, weet ik niet hoor, dat is een grapje. Een hekel aan Oost-Joden. En dus die pijers die gingen eraf en hij werd naarmate hij langer in Nederland werd, ging die baard er ook, ging er niet af, bleef een hele vrome man. En hij ging natuurlijk naar de Kerkstraat shul. Nitge Yisroel Yeganes, dat was de shul waar de Oost-Joden naartoe gingen in de Kerkstraat. En dat is waar wij na de oorlog ook naartoe gingen, waar ik bar mitzvah geworden ben. Rechts dus mijn grootmoeder, dat is de moeder van mijn vader. Heel even ja. Dit onderbreken. Ik ben natuurlijk een hoop jaartjes later naar Amsterdam gegaan, waar ik heb gestudeerd. En ik woonde in het centrum. Ik studeerde aan recht aan Almanen Sport. En ik had een beetje mijn Joods leven. Ik was gazan in de Gerard Douwschule. En ik kwam vaak over de snoog. Maar ik vond het heel leuk één keer in de twee weken ook naar die Nitge Yisroel Yeganes Shul te gaan. En het werd de Russen Shul genoemd. Dus dat gewoon in de volksmond noemden dat de Russen Shul. En wat altijd zo prachtig was, is dat, je had Motto Aronson en dan zijn vader die deed dan dienst. En die, dan bij de kiddoes kreeg je de echte haring. En er is geen, wat ik heel raar vond bij de shuls. Normaal gesproken krijg je dan een fles, hoe heet het, met wijn of druivensap. Maar dat was er allemaal niet. Er was vodka. En nog steeds alleen maar vodka en whisky. En zo ging dat. En met echte haring, met uitjes. En vaak kregen we dan ook een beetje een leuk verhaal, een lied in het Jiddisch. En die sfeer, dus vele jaren later, al die mensen die jij beschrijft waren er niet meer. Maar de familie Aronson heeft dat gewoon doorgedragen. En ik weet zeker dat Motto dit nog steeds doet. Dus ik had het zelf. Ja, nou, je weet dat de Motto zijn vader twee, drie jaar geleden is overleden. Is 100 geworden. Ja. En Motto is kort daarna zelf ziek geworden. Ik weet niet of er nog shuldiensten zijn op dit moment. Het was natuurlijk de laatste stuiptrekking van deze shul. Trouwens, meneer Aronson was zelf geen Oost-Jood. Was een echte, onvervalste Nederlandse Jood, net als jij. Maar hij was getrouwd met een Oost-Joodse vrouw. Een goede kennis van mijn ouders. Zij kwam uit Polen. En hij is dus Pools aangejiedeld, zal ik maar zeggen. En meneer Aronson heeft zich dat allemaal toegeëigend, hoe noem je dat, geleerd, al die nigonim, om dat op zijn Pools, op zijn Jiddisch, op zijn Oost-Jiddisch, op zijn Chassidisch voor te davenen. Hij was een van de mensen. Wat heel veel mensen niet weten, is dus dat de uitspraak ook heel anders is. Hè? Borig, hoe is i? En weet je, ja, maar dat is heel Oost-Europa zo. Dat is, als je hier naartoe gaat, voor Nederlandse Joden heel raar. Als je dan in Nederland
dan de Sjoel komt en dat soort uitspraken hoort. Heel uniek. Ja, maar in deze Sjoel wel. Die Sjoel was opgericht. Je kunt het allemaal in het boek lezen. Ik heb het allemaal uitgeplozen. Dat is een hele interessante Sjoel. Dat Nitgeer Sjoel, die gaan. Dus was in 1880 opgericht door gevluchte Russische Joden in 1880 naar pogroms. En die hebben dus in Amsterdam dit Russenschoeltje, zoals je het inderdaad terecht noemt, opgericht. En waar Oost-Joden naartoe gingen, of Poolse Joden, Galicianer Joden. Er was nog een tweede Sjoel, Kehillas Jakov. Je noemde het net al, de Gerard Dijlstraat Sjoel. Kehillas Jakov, de Gerrit van de Veenstraat Sjoel tegenwoordig. Ik haal even twee straten door elkaar. Dat was Kehillas Jakov. Dat waren twee Oost-Joodse, dat waren verenigingsjoels met eigen bestuur. En in de tijd dat ik daar kwam, was dat dokter Bart, de tandarts, die daar bestuurslid was en nog vele andere mensen. Ja, al die generaties oude Oost-Joden, ja, die zijn er natuurlijk allemaal niet meer. Maar in mijn tijd, toen ik daar nog bar mitzvah werd, was inderdaad meneer Aronson al net daar. En hij was een van de twee Gazanim, die, ik geloof dat hij Shagrit gedaffeld heeft. En meneer Droekas, die dus, dat is een periode voordat hij bij de Portugezen kwam, kwam hij bij ons in Sjoel en deed hij daar Moesaf voor Daf. En hij ging ook naar de Linnaeusstraat later, omdat hij daar dichterbij woonde. En we hebben verhaal van Nitgeer Sjoel Jechannes. Misschien, ja. Als je dat leuk vindt, wil ik dat vertellen. Dat ja, Nitgeer beschrijft dat ook in het boek. Ik zal het heel kort houden. Nitgeer Sjoel Jechannes. Na de oorlog was er een beroemde rabbijn Katz. Die was in 1946 naar Nederland gekomen, deze Raaf Katz. Had zijn hele familie verloren, kwam uit Hongarije, uit de streek van mijn vader, op de grens van zeg maar Hongarije en Oekraïne, die streek daar. Dat betekent niet Boedapest, want daar woonden geen Joden, die hele vrome Joden woonden meer in die streek. Dat is een heel eind weg van Boedapest. Maar hij kwam naar Nederland. Hij wilde naar Nederland komen en je weet dat in 46, 45, 47 konden gevluchte Joden of Joden die uit de Holocaust kwamen niet Nederland in. Dat was allemaal heel ingewikkeld, je moest toestemming hebben van de koningin. Nou heeft hij een persoonlijke brief gestuurd naar de koningin en die brief is wel ergens bewaard gebleven. Hij drukt het ook af, hij heeft een aantal boeken gepubliceerd later in Amsterdam, ja. In het Hebreeuws en die heb ik die boeken, ik heb dat laten vertalen. En hij schrijft daarin dat hij dus de koningin verzocht heeft om Amsterdam en Nederland binnen te mogen komen. En hij zegt er het volgende bij. U kunt zich nog wellicht herinneren de ontmoeting die u had in 1908 met de Moenkatje Rebbe toen u in Marienbad was, in Karlsbad was, op kuuroord. Want de koningin Wilhelmina ging af en toe ook wel eens naar een kuuroord, kennelijk. Maar op het moment dat zij daar kwam, in 1908, op dat station, was er een hele grote oploop. Er waren heel veel mensen daar. En zij dacht dat die voor haar kwamen. Maar ze zei tegen haar mensen die entourage van, nee, wij zijn hier op privébezoek. Er zijn er maar 10, 15 mensen, maar die komen voor iemand anders. En wat bleek op dat moment, kwam de Moenkatje Rebbe ook aan. Uit Moenkatje. Dat ligt daar ook in die streek, precies op de grens tussen. Het is nu Oekraïne trouwens. Ja. En toen zei ze, wat is er zo bijzonder aan die Moenkatje Rebbe? Toen werd haar gezegd, als je een zegenspreuk van deze man krijgt, een bracha, een broog, een zegenspreuk, dan krijg je misschien een kind, want Wilhelmina kon geen kinderen krijgen. En toen dat moet ze gedacht hebben, op zijn Nederlands, nou schaadt het niet, baat het niet, schaadt het niet. En toen is er een afspraak gemaakt, 's avonds, dat niemand erbij kon zijn, in een park, zo'n beetje buiten Karlsbad, en daar heeft de Moenkatje Rebbe haar ontmoet en heeft haar een zegenspreuk gegeven en 9 maanden later werd Juliana geboren. En dit verhaal, en de gabber, een van de jongste gabbers die daarbij was, was deze Raaf Katz, die in 1946 naar Amsterdam kwam, en hij hielp Wilhelmina eraan herinneren aan dit voorval. En toen werd onmiddellijk de minister van, weet ik veel, Binnenlandse Zaken geïnstrueerd dat Raaf Katz Nederland binnen mocht komen. En dat is een uitzonderlijk verhaal. Dus hij werd onze rabbijn en ik besluit mijn verhaal in het boek. Mijn persoonlijke verhaal dat toen ik bar mitzvah werd in 1959, hij mij de bracha gegeven heeft.
Deze Rabijn Cats. Ja. Nou goed, in ieder geval, zo beschrijf ik ook Amsterdam, omdat mijn familie, ik beschrijf Galicië, uiteraard, ook aan de hand van de verhalen van mijn vader en van mijn moeder. En ik beschrijf Amsterdam, de komst van Amsterdam, het Joodse, Oost-Joodse leven in Amsterdam na de oorlog. Omdat ik ben direct na de bevrijding geboren. Maar goed, dus wat is je volgende vraag, Gideon? Of moet ik doorpraten? Nee, ik kan doorpraten, hoor. Ik maak het uit. Misschien is er iets prangends wat je wil weten. Ja. Nou ja, allereerst het boek staat vol met prachtige anekdotes. Wat een beetje door elkaar heen loopt, zowel anekdotes van je vader als je eigen anekdotes in Nederland en in Galicië. En wat misschien als je kijkt naar al die verhalen, het zijn te veel om nu op te noemen, maar welke is jou de meest dierbaar en welke wil je met ons delen? Eén of twee verhalen? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel verhalen. Toen ik die banden ging afluisteren, die ik 40 jaar geleden met mijn vader had opgenomen. Ja, natuurlijk wist ik een aantal verhalen, kon ik me nog herinneren, maar een aantal verhalen ook niet meer na 40 jaar, wist ik het niet meer precies. En was ik zo blij, was heel bijzonder zijn stem weer te horen, omdat hij echt een verteller was. Een van de grootste vertellers uit Oost-Europa was natuurlijk, waren verschillende. Shai Agnon was misschien de allergrootste. En Peretz en nog veel meer. Isaac was een zanger. Die kwam uit Warschau, die kwam daar. Maar goed, Peretz, maar Shai Agnon, die kwam uit Buchach. En dat ligt 20 kilometer waar mijn vader vandaan komt. En Chaim Bloch vooral. Chaim Bloch was de grote schrijver in het Jiddisch en in het Duits ook geschreven. En die kwam uit Delatin. En mijn grootvader heeft in de loopgraven samen met deze Chaim Bloch als soldaat gevochten tegen de Russen in de Eerste Wereldoorlog. Maar mijn vader was dus een verteller, dus al die prachtige verhalen, dat zijn er te veel om op te noemen. Eén verhaal kan ik je er wel van vertellen, dat ik zal het uit mijn hoofd doen, een ander kan ik een stukje voorlezen als je wil. Dat is het verhaal van de drie kruisen. Mijn ouders die gingen in 1914, mijn vader moet ik zeggen, en zijn familie, 1914 naar Wenen, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Gingen heel veel Joden vertrokken uit Galicië, omdat die Russen eraan kwamen. En die hadden natuurlijk een verschrikkelijke slechte naam. De dronkenlappen, verkrachte mensen. Het was vreselijk. En mijn grootvader wilde zijn familie, zijn vrouw en kinderen daar niet aan blootstellen. Dus hij heeft ze in een paard en wagen gezet. En ze zijn 4 maanden lang gereisd vanuit Delatin naar Wenen. Met grote tussenstoppen. En dat was in 1914. Dus zo is mijn familie in Wenen terechtgekomen en waren daar tussen 1914 en 1918. En mijn grootvader ging weer terug om te vechten aan het front. En zo heeft hij die wond opgelopen waar hij later aan overleden is. Toen ze terugkwamen, naar toen het weer veilig was, gingen ze weer terug naar Delatin. En toen zijn er barakken neergezet in het dorp. Al die huizen waren kapot en ze konden er niet meer in. En er werden barakken neergezet. En die barakken, daar konden Joden wonen. In het stadje, in Delatin. Op een gegeven ogenblik gingen toch Joden weer weg. Die trokken naar huizen toe. Ook mijn ouders, mijn grootouders en mijn ouders, mijn vader. En toen dacht de katholieke kerk, die daar natuurlijk voornamelijk aanwezig was. En dat was dus natuurlijk een die steeds bitterzoete ervaringen, noem ik dat maar. Die dacht, die barakken kunnen wij wel gebruiken. Die gaan we voor de kerk gebruiken. En de Joden die moeten maar eruit. En toen heeft op een gegeven moment die pastoor daar grote kruisen op dat plein neergezet voor al die barakken. En dat was natuurlijk verschrikkelijk. En op een gegeven moment werd de voorzitter van de Joodse gemeenschap daar erbij gehaald. En zeiden, nou dat accepteren we niet. Die zijn van ons, die barakken. Ze hebben er niets mee te maken. Maar ze wisten dat als ze dus problemen zouden gaan uiten, dat het tot grote antisemitische rellen zou aanleiding zou geven, zoals wat mijn vader ook uitvoerig beschrijft, hoe hij vaak stenen naar zijn hoofd kreeg als ze uit de kerk kwamen, et cetera. Daar heerste echt wat je dan noemt een virulent antisemitisme. Daar werden Joden gewoon geslagen of nog veel erger. Mijn vader was bang altijd als hij op straat liep, of vaak alleen als jongetje, was hij bang. Dus maar die voorzitter daar,
dat was een flinke man. En die zei, wij zagen die kruisen gewoon door. We hebben er niets mee te maken, ze moeten weg. Nou, dat werd dus een enorme rel. En die pastoor die dreigde de hele boel kort en klein te slaan. Alle Joden te vermoorden. Van alles en nog wat. Dat gebeurde godzijdank niet. Het bleef bij woorden. Maar dat was net de dag dat mijn vader uit Psemmischel, waar hij een opleiding had en waar hij een tijdje woonde, terugkwam naar Delatine voor het huwelijk van zijn zuster. Zijn oudste zuster was al naar Canada vertrokken, maar dat was de tweede zuster, die trouwde daar. En hij vertelt het verhaal dat hij daar aankwam en hoe de Joden daar in spanning leefden en of die groep Babel door kon gaan. Nou, gelukkig is hij dus inderdaad wel doorgegaan. En hij vertelt het verhaal van de Marschalik. Dat is een woord, dat heb ik moeten opzoeken. Ik heb het hem niet meer kunnen vragen. Mijn vader is natuurlijk al lang overleden. Maar de Marschalik, dat noemen we tegenwoordig de Badgam. Ik denk dat sommigen van jullie wel die term Badgam kennen. Dat is, maar dat werd daar in Galicië de Marschalik genoemd. En dat kwam van Maarschalk, van de Poolse Maarschalk. En de leiding had, et cetera. Nou, de Marschalik is iemand die tijdens een groepa de leiding heeft. En de bruid bezingt. Tot tranen aan toe over de vader die niet meer leeft, maar die er wel bij is, van bovenaf kijkt, et cetera, et cetera. En alles wordt op rijm bezongen. En dat beschrijft mijn vader, vertelt mijn vader dus, en dat heb ik beschreven in het boek, ook een aantal voorbeelden ervan gegeven, hoe mijn vader dat zong en wat daar gezegd werd door die Marschalik. En dat ging tot heel laat in de avond natuurlijk door. En dan ging mijn grootmoeder met twee galletjes in de straat op naar die groepa, naar het huis van Moshe Gerstenhaber. Dat was haar broer die daar tegenover woonde. En daar werd verder feest gevierd. En daar werd de Marschalik ging daar natuurlijk opnieuw zijn werk doen. Hij was dan betrokken bij die mitzvedans, die we natuurlijk ook allemaal kennen. De mitzvedans, dat is de dans die gebruik maakt met de nabije familieleden, vader, moeder, broer, zusters, met het girtel ertussen, wat vrome Joden om een middel hebben. Want je mag elkaar niet aanraken, uiteraard. En dat is de mitzvedans, en die was heel laat op de avond. En de Marschalik die blijft dan maar praten en vertellen en op rijm zingen en over alle mensen die er zijn, de cadeaus die gegeven worden, et cetera. Dat is een van de verhalen die mij persoonlijk erg getroffen heeft, omdat, ja, authentiek op de plek, nu wordt dat ook nog wel gedaan hier in Chassidische families. Bij mijn eigen neefje is het ook gebeurd hier in Jeruzalem, de Chassidische familie. Maar dat noem ik de nieuwe Chassidim. Dat was het Chassidische leven zoals ik het beschrijf in Galicië. Dat is daar ontstaan. Daar heeft de Baal Shem Tov geleefd. Ik beschrijf daar een hele hoofdstuk aan. Dat boeit mijzelf enorm. De Baal Shem Tov is geboren. De Besht, je weet wie dat was. De oprichter van het Chassidisme in de 18e eeuw. Ook op geen 20, 30 kilometer afstand van Buchach, waar Shai Abnon vandaan komt, waar mijn vader vandaan komt. En waar hij het Chassidische, het Joodse mystieke leven gesticht heeft. Daarom dat mystieke, dat is natuurlijk een element wat overal en steeds weer terugkomt. Dat heeft ook wel misschien met bijgeloof te maken. Dat zouden de nuchtere Nederlanders zouden het bijgeloof noemen. Maar je mag het ook mystiek noemen, je mag het van alles noemen. Nou heb jij een stukje aangewezen uit mijn boek waarvan je wil dat ik het voorlees. En dat heeft met mystiek te maken en dat vertelde me van, mag ik het boek erbij pakken? Ja, graag. Wil je dat? Ja, dus goed. Ja, het verhaal van de drie kruisen hebben we gehad. En het verhaal van, ik blader nu even door, naar... Paard en de kat. Ja, ik vertel twee korte verhaaltjes, zal ik voorlezen. De ene gaat over een paard en de andere gaat over een kat. Het gaat ook altijd over dieren. Want Joden zijn natuurlijk altijd, en ook, ik heet Wolf en mijn vader heette Berl, dat is beer, dof. Dus de dieren die ook in de nacht voorkomen en alles, dat is een geliefde naam. Nou, dit gaat dan over een paard, daar worden we niet naar vernoemd en ook niet naar een kat. Maar het gaat als volgt. Mijn vader was zelf, net als de schrijver Chaim Bloch, ook een verteller. Hij vertelde en wij kinderen luisterden. Met veel emotie putte hij uit zijn rijke herinneringen en vertelde over zijn leven in het shtetl. Hij sprak over de mystieke sfeer die daar heerste. Zo kon je bepaalde huizen niet huren, omdat het er onrustig was. Men wilde daar ook gewoon niet wonen. Het
Het gebeurde eens dat iemand met paard en wagen om 12 uur 's nachts in Delatien langs een boerderij reed. Het paard werd ineens onrustig, stopte en begon te stijgeren. Er waren duivels in de buurt. Die liepen daar gewoon rond. Pas toen de koetsier zijn gebeden had gezegd, kwam het paard tot rust en kon hij weer verder. Dat gebeurde altijd om middernacht. De grootouders van mijn vader in Dobrotov, dat is een klein shtetl in de buurt van Delatin, dat waren Tsivja en Berel. Mijn vader is naar deze Berel dus dof genoemd. Die hadden een kat. En die kat die moest weg. Want een kat die de leeftijd van 10 jaar had bereikt, is immers in staat je aan te vliegen en je keel door te bijten, zo werd gezegd. Mijn overgrootmoeder, Babbe Tsivje, zei tegen haar man Beertje, zo noemde ze hem, Berel, als je naar de jaarmarkt gaat, neem die kat dan mee. En Beertje ging naar de jaarmarkt, zo'n 12 kilometer verderop, van het dorp verwijderd. Hij stopte de kat in een zak, het voor 10 graden, hij pakte zich helemaal in en trok ermee met een slee richting de markt. Daar liet hij de kat los. Toen hij s'avonds thuis kwam, zei Babbe Tsivja tegen hem, Beertje, je hebt de kat niet meegenomen. Hij antwoordde, natuurlijk heb ik hem meegenomen. Maar de kat is terug, kijk, hij is hier. Nou, dit zijn twee van de vele verhalen die je mystiek kan noemen. Waar men mee leefde en die verteld werden. En zo zijn er nog veel en veel meer. Dat leven in Galicië heb ik in dit boek willen vastleggen, dankzij mijn vader en de verhalen ook van mijn moeder in Przemyśl. Omdat Galicië, ja, dat is een streek waar we eigenlijk heel weinig van weten. Als je die naam Galicië noemt, dan denken ze Noord-Spanje of zo. Maar dat is dit niet. Dit is een streek in Zuidoost-Polen en in West-Oekraïne. En dat Galicië, die term, ik beschrijf dat ook. Ik noem het land van mijn ouders. Ik heb er een kaartje in het boek bij gedaan uit 1914. Dan zie je het koninklijke Galicië en Lodomeria. Nou, wie kent dat nog? Wie kent die term Lodomeria nog? Lodomeria is een afgeleide naam van Vladimir de Grote, van het hertogdom Rutten, dat samen met het hertogdom Galitz in de loop van de 12e eeuw ontstaan is. En het westelijke deel van Galicië, dat lag in het huidige Polen, en het oostelijke deel, wat we nu Oekraïne noemen. Nou, dat hele gebied, dat was eigenlijk, ja, in mijn beleving, het kloppende hart van Oost-Europa. Dat ging van Krakau helemaal tot aan de Bukovina. Die hele streek, dat is Galicië. En dat is de streek waar het Chassidische Jodendom ontstaan is. Ook in, natuurlijk enigszins daarbuiten, ook in Oekraïne iets verder, maar vooral daar. En waar die dynastieën eigenlijk een hele korte tijd gegroeid zijn. En ook dat vertel ik in het boek, hoe dat gegaan is. Hoe die Baal Shem Tov daar ontstaan is. Hoe die Chassidische dynastieën daar gegroeid zijn. Allemaal ontstaan in de 18e eeuw vanuit de narigheid. Vanuit antisemitisme, vanuit pogroms. Die de Joden overkwamen. En er was geen uitweg meer. Er was nauwelijks hoop op een beter leven. Armoede en antisemitisme. De Kozakken, die de Joden het hoofd insloegen in 1648, nu het hoogtepunt geweest, de Chmelnytsky pogroms. Dat is ook de reden waarom een aantal Joden vanuit daar naar Nederland getrokken zijn in die tijd. En het Jodendom was helemaal weggezakt. En die Baal Shem Tov, die heeft toen die nieuwe inspiratie aan deze massa's weten over te brengen. In zijn eentje. En dat is natuurlijk een heel uitzonderlijk verhaal. En ik ben van plan om daar een film over te maken. Ik ben er ook vrij ver gevorderd mee om een reis door de Oekraïne te maken op zoek naar het Chassidische Jodendom waar het ontstaan is. En ik kwam uit in die hele studie bij een dorpje Kosov. Dat ligt echt 10 kilometer verwijderd van waar mijn vader vandaan komt, van Delatin. En daar heb je die bossen, dat zijn de Karpaten. Het is een prachtig gebied, een schitterend gebied waar een rivier doorheen stroopt, de Prut. En de Karpaten die lopen dus inderdaad helemaal door die hele streek, helemaal
richting het zuidelijke gedeelte. En die natuur is bijzonder mooi. En daar heeft de Baal Shem Tov zijn eerste inspiratie opgenomen. Het goddelijke element, de naam. En zo is hij begonnen. En die reis naar al die plekken, ook waar die Chassidische dynastieën toen vrij snel ontstaan zijn. Daar is nog wel het een en ander van te vinden. Sadigora is daar een voorbeeld van. De Sadigora Rebbe. Die was een van de beroemdste rebbes. Dat is vlakbij Czernowitz. Dat ligt daar ook. Dat is nu Oekraïne. Dat was toen Bukovina. Maar dat is de grens met Galicië. Die hadden kastelen. Prachtige kastelen waar de Klois werd het genoemd. Waar gelermd werd en waar synagoges in waren, et cetera. En die werden als vorsten behandeld, want je weet, deze rabbijnen, dat zijn de tzaddikim. Dus jouw rabbijn is de tzaddik, de middelman tussen jou, de gewone mens en God. Nou, dat is een deel wat ik beschrijf ook in het boek, omdat Galicië daar, zeg maar, dat allemaal ontstaan is in die plek, in Galicië. Ja, dat is nu vergeten. En als je er nu bent en je vraagt, je kijkt, in Delatine is geen shul meer over. Er waren een shulplein, was daar met 10 shuls. Nou, daar is niets meer van over, helemaal nul. Er staat de laatste keer dat ik er met Naftali en mijn neefje Menno was, is daar een hele grote kerk op die plek gebouwd. Ja, wat had je anders verwacht? Met van die grote gouden koepels, weet je wel. Ja, nou, dat beschrijf ik allemaal, dat ook in het boek, maar ook het huidige, onze huidige reizen. Maar vooral ook het Galicië van toen. En de komst naar Nederland uiteraard. En niet te vergeten, het Shoah-gedeelte. Daar is alles vernietigd. Er is niets meer over van het Jodendom daar. Wat we nu hebben aan het Jodendom, zeg maar het Chassidische Jodendom, noem ik het nieuwe Chassidische Jodendom. Want het echte Chassidische Joden daar bestaan, daar is het gegroeid, daar waren die grote rabbijnen. En na de oorlog is dat weer teruggekeerd, maar niet meer daar. In je boek omschrijf je dus Oost-Europa, het zijn allemaal monumenten. Letterlijk schrijf je ook over heel veel bezoeken die je hebt gedaan. En je ziet letterlijk gedurende je bezoeken het achteruit gaan, dat er nog respect was voor de rabbijn. Er zijn nog wat stenen niet aankomen, er komen de jongeren, er staat een nieuw gebouw op. En eigenlijk strookt dat ook met het verhaal van alle bezoeken, dat mensen die disco's maken van de Joodse kerkhoven, dat de Joodse stenen, de grafstenen gebruikt worden voor het bouwen van wegen tot de dag van vandaag. Alles wordt, de Joden zijn vermoord en de restant worden bijna overal, als er niet wordt om gevochten of er is niet een akkoord met een lokale gemeenschap, wordt het allemaal vernietigd. En die vernietiging die blijft zich voortzetten. Hoe zie jij, Willy, wat is de toekomst eigenlijk vanuit het Jodendom? Denk je dat het juist een goede zaak is om naar Oost-Europa te gaan en degene die hun wortels daar hebben ernaartoe te gaan en te proberen te redden wat te redden valt? Of is het een mission impossible? Er zijn natuurlijk uitzonderingen, dat bijvoorbeeld die Breslaffer mensen die gaan allemaal naar Oeman toe, waar rabbijn is begraafd, dus daar is dan ineens heel veel aandacht voor. En ook de gang naar de tzaddikim, de vele tzaddikim, dus daar is nog wel, zeg maar, graftoerisme, als ik het even niet respectvol mag benoemen. Maar buiten dat is eigenlijk alle shuls, bijna allemaal, zijn verdwenen. Hoe zie je dat, Willy? Nou, kijk, ja, dat is absoluut waar wat je zegt. Maar er is natuurlijk ook wel, je kan niet spreken van een opleving. Ik ben ook in Kiev geweest en allerlei andere plekken, in Berdichev, waar de beroemde Berdichev Rebbe vandaag geleefd heeft. Ja, daar zie je dus, overal zie je Chabad-figuren die daar toch nog een shul vinden. En daar nog weer wat mensen bij elkaar harken, die door het communisme niet meer wisten dat ze Joden waren. En nu er weer bij de les gehaald zijn, er zijn nog steeds heel veel Joden eigenlijk in, of afstammelingen van Joden. Er woonden 2 miljoen Joden in de Oekraïne, waarvan er 1,8 miljoen vermoord zijn of zo. Maar er zijn er toch nog een aantal, zelfs de huidige president, zoals je weet,
Zelensky, dat is een Jood. En hij weet het zelf amper, maar hij heeft familie in Israël. Hij is ook af en toe hier in Israël geweest om zijn familie hier op te zoeken. Ik ging een keer naar Kiev en ben daar verschillende malen geweest. En ik had een taxi geregeld en de man was echt een Oekraïner, zo'n gibber, weet je, een grote Oekraïense man. En ik dacht, nou, ik moet met hem niet over Joden praten. Hij sprak een beetje gebrekkig Engels. En ik denk zo direct, dan doet hij me wat aan of zo. Maar dat bleek erg mee te vallen. Hij zei, nee, mijn grootmoeder is Joods. Ik zei, oh ja? Ja, zegt hij, ik heb een Joodse grootmoeder. Dus zo hoorde ik dat aan alle kanten, overal. En dat, ja, nou ja, goed, maar kom je in die kleine stetels en dorpen, dan noem ik nog maar even stetels, zoals stetels waren. Ja, daar weet niemand meer wat. Als je daar vraagt van waar is het massagraf, dan hebben ze het over het massagraf. Ja, daar zijn hier mensen vermoord. Dan hebben ze geen idee waar je het over hebt als je tegen de jeugd praat. Begrijp je? Wow. Maar je hebt Louder en je hebt een aantal organisaties. Avoceno noemen ze dat in New York. Die houdt zich bezig met alle graven in dat hele gebied. Die zetten muren overal omheen en proberen dat op de een of andere manier te bewaren. Dat voor de toekomst, ja, voor wat het waard is. Ik weet niet, het is wel goed dat een aantal van die monumenten, voor zover er zijn, toch opgeknapt worden, dat mensen er naartoe kunnen gaan, of nabestaanden er naartoe kunnen gaan. En ik krijg regelmatig, ik heb daar dus een steen laten zetten op die plek buiten het dorp, Delatin. De nagedachtenis aan alle Joden van dat stadje. En mijn grootmoeder, en ik heb mijn naam eronder gezet. En ik heb talloze malen e-mails gekregen, want dan word ik dan gegoogeld en dan kunnen ze me vinden. En dan krijg ik een e-mail van mensen die toch daar in dat bos daar geweest zijn. En die in Delatin, die waarschijnlijk toch familie hebben die daar ooit vandaan kwamen. Maar er zijn plekken, zoveel plekken waar je naartoe gaat, waar je naar zoekt en waar niks meer is en waar niemand ook meer wat weet. Dus dat is helemaal weggevaagd, weg. En er is nog wel hier aan de Hebrew University is er een afdeling van het Center for Jewish Art. Mijn goede vriend Sergei Kravtsov, een groot deskundige, hij komt zelf uit Lwów. Groot deskundige van synagoges. Hij gaat er altijd naartoe. Hij heeft alles opgemeten en er zijn boeken erover gepubliceerd. Dat belangrijk is dat vastgehouden wordt. Dat je ziet ook hoe die shuls er vroeger uitzagen. Meestal is er nu dus niks meer. In een enkel geval wordt er nog wel een shul gerenoveerd. De laatste keer waren we in Rimanov. Ik moet hier even iets wegklikken. Dat mij irriteert. Ja. Rimanov is ook een plaatsje waar een beroemde rabbijn gewoond heeft. Geleefd heeft in de 18e en 19e eeuw. Dat ligt in Zuidoost-Polen nu. In de buurt van waar mijn moeder vandaan komt. Daar is een shul. En we hebben toen iemand gevonden die die shul open kon maken. Dat is een lege bouw verder met toch een soort bouwval. Maar het was een shul uit de 17e eeuw. Kijk, hele dikke muren. En we kwamen daar en er lagen allemaal te veel op, de boeken en te lijzen. En ik vroeg daar, hoe kan dat nou? Zegt, ja, er komen hier regelmatig uit Israël en uit New York Chassidische Joden hier binnen, werd mij gezegd. En dan halen ze de sleutel ergens op en dan komen ze daar gewoon een week en er waren ook allemaal pensions omheen daar. En dat is niet Rabbi Nachman of in Breslav of in, hoe heet dat daar, Uman of Medjibus. Dat is in Rimanov en dat gebeurt in vele andere plekken ook. Maar dat zijn dan voornamelijk Chassidische Joden die dus toch weer teruggaan naar hun roots. En de roots, maar teruggaan naar de rebbes die ze nog altijd vereren. En nog altijd de klederdracht dragen, zoals je weet, zoals die rebbes erbij liepen. Je kan het verschil zien tussen een Vishnitzer Chassid en een Gerre Chassid. Dat zie jij, hè, dat verschil. Nee, dat zie je niet. Maar ik kan het wel zien. Ze dragen allemaal andere soort keppeltjes en ander soort broeken en ander soort. Zoals hun rebbe erbij liep. En dat is heilig. En dat is voortgezet in wat ik het nieuwe chassidisme noem. Maar een heleboel keren dus terug. Dus niet alleen daar, waar de stad die jij net noemde, Uman en zo. Ja, er gaan 20, 30, 40.000 chassidim per jaar naartoe. Of misschien wel meer. Ik weet niet hoe dat nu in de coronatijd zit. Maar toen ik in Berdichev was, hetzelfde verhaal. Waren er ook allemaal chassidim daar aan de davenen bij die graven. Ja, dat is er dan nog over. Dan zijn er nog Joden.
In Kiev is nog een Joodse gemeenschap met een aantal shuls, in de Odessa en op andere plekken. Nou, dat is er dan nog, maar goed, kijk, het grote Joodse leven, zoals het in Oost-Europa was, dat is vernietigd, dat is weg, dat is er niet meer. En die verhalen die we hebben van Chaim Bloch, van Shai Agnon en van allerlei andere beroemde schrijvers, van Isaac Marcellus Singer, die jij noemt, en de verhalen die ik gelukkig heb kunnen vastleggen van mijn vader, dat is nog wat voortleeft, het leven zoals het daar was. Ja, nou, ik denk dat dat is een goede inleiding voor de volgende vraag. Je hebt dus nu dit boek uitgebracht naar aanleiding van de tentoonstelling. En je gaat het thema nog voortzetten. We gaan nog een film zien en dit zal nog voortleven. Maar Willy, wat is jouw advies aan ons allen? Wat betreft het doorgeven, we staan steeds verder van de Shoah af. En aan de ene kant wil de nieuwe generatie naar voren kijken, vooruit kijken. In Israël merk je dat ook heel sterk. Hè, van we willen laten zien hoe sterk we er zijn. Hoe we nu ook in Israël als wereldmacht economisch gezien op de kaart staat met alle start-ups, noem maar op. Aan de andere kant toch de persoonlijke verhalen via onze ouders en grootouders, waar steeds meer afstand komt. Het was voor heel veel mensen heel moeilijk vragen te stellen aan ouders of grootouders, omdat het te pijnlijk was. En er lijkt nu steeds meer ruimte te zijn. Maar ja, vaak is de eerste generatie al overleden. De tweede generatie die gaat nu overlijden. Wat is jouw, hoe zie je dat aan de, ja, er zijn niet heel veel nu jongeren in dit panel, maar wat is jouw boodschap aan hen? Juist de foto's verzamelen en proberen eenzelfde soort iets te doen, op te schrijven. Hoe zie je dat, Willy? Of denk je van, weet je, we zijn al zo ver vandaan. Jouw verhaal is maar een verhaal erbij. Nou ja, mijn verhaal is een verhaal. Kijk, ja, er zijn niet zo heel veel verhalen of familiekronieken uit Galicië bekend, dus ik ben blij dat ik dat heb kunnen opschrijven. En dat ik die research heb kunnen doen van wat mijn vader me niet verteld heeft, maar wat ik wel uitgezocht heb uiteraard. Om dat vast te houden en dat door te geven. Ik heb destijds die film ook gemaakt met hem. Ik ben in 1991, direct na de communistische tijd, ben ik met hem en met Michal, mijn dochter, die jij kent, daar naartoe gereisd. Ik heb er een film over gemaakt. En ben heel blij dat ik dat gedaan. Die film is trouwens op internet te zien, al mijn films kun je in mijn YouTube-kanaal zien. Maar ja, goed, sinds die tijd dat ik daar gekomen ben, heb ik twee dingen gezien. Dat wat er nog was, is nog verder afgebrokkeld. Er is verder helemaal niks meer. Er is aan de andere kant Chabad-rabbijn, waar ik je al over sprak. Die heeft nog die shul daar een beetje in Stanislavov. Dat is Ivano Frankovski. Die gaat ook af en toe naar Delatin kijken, hier en daar. Maar dat is heel marginaal natuurlijk. Dat is helemaal niks. Dat leven daar is voorbij. Het enige wat we kunnen vasthouden zijn de verhalen en de geschiedenissen die daar gebeurd zijn en et cetera, et cetera. Kijk, het Zionisme, Herzl, heeft een enorme impact gemaakt, ook in Galicië. Ook dat beschrijf ik. Die Balfour-declaratie, ik heb er een foto van, een bijzondere foto, op het plein in Delatin gemaakt, waar mijn vader op staat. Ze waren net terug uit Wenen. Hij staat er met zijn moeder op, waar gevierd werd dat de Joden een eigen land toegewezen kregen door de Engelsen. En mijn tantes die je daar ziet, die gingen allemaal op Hachshara, de bedoeling. En er was een Hachshara, ook bij Delatin, in al die plaatsjes. Het Zionisme, de focus was gericht op Israël. Zoals dat bij hopelijk de meeste Joden vandaag de dag nog steeds zo is. Omdat er was daar zeker geen toekomst voor Joden. Oekraïne is geen Joods land, was geen Joods land, zal het ook nooit zijn. Net zoals Nederland geen Joods land is. Er heerste overal antisemitisme. En in Nederland niet virulent zoals dat daar was. Nederland was een, wat we dan noemen, een sociaal antisemitisme. Joden waren overal uitgesloten. Men moest Joden niet. Men stond te wuiven bij die treinreis vanuit Westerbork naar Hooghalen, daar naar de Duitse grens. Daar heb ik ook een film over gemaakt. Dus dat zijn niet onze landen. Dus de focus was erg gericht. En dat is wat ik mee wil geven ook in dit boek. En ik beschrijf dat hele Zionisme ook daar. Gericht op Israël. De toekomst.
Hè? Herzl, die een verpletterende indruk gemaakt heeft. Ook daar, overal. In dat hele gebied in Oost-Europa. Misschien niet bij die ultra-vrome Chassidische Joden. Want dat is een ander verhaal. Mijn ouders waren allemaal van Chassidische afkomst. Maar ze hebben ook van Hashem hersens gekregen. Gelukkig. Zoals wij dat allemaal van Hashem gekregen hebben. En we kunnen dus zelf nadenken. En je kunt dan ook denken van Oekraïne is niet ons land. Ook al is de Rebbe, komt mijn Rebbe hier vandaan. We moeten hier vandaan. We moeten naar Israël. En dat is wat mijn vader zich voorgenomen had. Het is een deel van mijn familie, van mijn tantes, zijn inderdaad ook naar Israël gegaan. Eerst naar Amsterdam en dan via een Palestina-certificaat. Maar het was niet zo makkelijk om certificaten te krijgen. In Polen, vanuit Polen al helemaal niet. Om naar Palestina te komen in die jaren. Dus dat was, daarom gingen er ook heel veel naar Amerika, naar Amsterdam. Dat was ook niet zo makkelijk. Mijn ouders, toen ze in 1930 kwamen, waren vreemdelingen, vluchtelingen. Stateloos. Het heeft bijna 25 jaar geduurd, Gideon. Wow. Totdat wij uiteindelijk Nederlander werden. En ik herinner me nog de dag van gisteren dat ik thuis kwam van school. En mijn oudere broer, die samen met mijn ouders de oorlog had overleefd, naar me toe kwam en kaaskoppen riep. Dat was in 1953. En toen werden wij Nederlander. Het heeft dus 23 jaar geduurd. Tegenwoordig is het allemaal, kan iedereen Nederlander worden, maakt het allemaal niet uit. Ze worden gewoon teruggehaald uit Irak en over, maakt allemaal niks uit. Maar voor ons was dat toen niet zo simpel. En überhaupt niet. Daarom zeg ik ook altijd, gebruik je verstand en richt je focus op Israël. Helder, Willy. Ik denk ook dat het onderwerp op zich voor de... Maar ik ben hier voor in eigen parochie aan het praten nu op dit moment. Ja, nee, dus we zijn allemaal in Israël. Exact. Dus, en zo maar jij wil voor de jeugd iets horen. Nou ja, nee, kijk, allereerst het onderwerp wat je aansnijdt is een gevoelig onderwerp. Want ook in mijn familie voor de oorlog, men was niet zo zionistisch, hè. Dus ook in, niet alleen vanuit de Chassidische kringen, de Nederlandse Joden waren heel erg verankerd, eeuwenlang al in Nederland. En Palestina was toch onzekerheid en daarnaartoe gaan. Dus er kwam wel een soort, in de 19e eeuw, een herleving. Maar heel veel Nederlandse Joden, die, ja, dat is ver van mijn bedshow, voor de oorlog. Na de oorlog is het natuurlijk een heel ander verhaal geworden. Maar... Ja, kijk, ik wil even onderbreken. Ik wil hier tot zeggen, Nederland, ja, Nederlanders voelden zich Nederland. Joodse Nederlanders voelden zich Nederlander. En dan moet ik altijd aan het verhaal denken van meester Gerard Polak. Een aantal van u die kijkt, die zou hem ongetwijfeld gekend hebben. Meester Gerard Polak was een jurist. In 1940, 10 mei, toen de oorlog uitbrak, woonde hij op het Stadionweg. Daar had hij een kamer daarboven gehuurd. En hij stond voor de deur, hij stond de trap op en hij werd aangehouden door de buurvrouw. En die buurvrouw die zei tegen hem, de Duitsers waren in Nederland binnengevallen, niet. Nu zullen jullie het wel moeilijk krijgen. Toen moest hij even nadenken. Dat hij vertelt dat in een film. Ik heb dat in een van mijn films. Jullie het wel moeilijk krijgen. Maar meester Gerard Polak, die dacht, ik ben toch een Nederlander. Hoezo jullie? Nou, dat was het moment. Daar begon het moment dat de Duitsers binnenkwamen. Begon het moment van uitsluiting vanuit Nederland. Dat Joden er niet bij hoorden. Dus je mag je nog zo Nederlander voelen als je wilt. Ik voel me ook Nederlander. Ik ben in Amsterdam geboren en getogen. Ik spreek die taal. Ik ben daar op de scholen gezeten. Allemaal goed. Goed en wel. Maar ik ben geen Nederlander. Maar ook geen Oekraïne. En dan vragen ze me altijd. Ze vragen mij altijd, hè. In Nederland, omdat ik veel natuurlijk maak die films daar en ik werk daar veel, kom er veel, mijn zoon woont daar met zijn familie. Dan vragen ze me, waarom vond jij dat nou nodig om naar Nederland, om naar Israël te gaan? Ik ben in Jeruzalem geboren. Ik ben in Jeruzalem geboren. Dan kijken ze me met grote ogen aan, ben jij in Jeruzalem geboren? Ik zeg ja, 2000 jaar geleden. Ik heb een hele lange reis gemaakt en ik ben weer thuisgekomen. En dan zeg ik er wel bij, dit is een citaat van Shai Agnon, die toen hij de Nobelprijs kreeg in 1966, ze hem dat vroegen, wat heeft u bewogen om vanuit Oekraïne naar Butchach naar Jeruzalem te gaan? Zeg, ik ben in Jeruzalem geboren. Een hele lange reis gemaakt, maar ben thuisgekomen. Dat is wat ik zeg.
Dankjewel, Willy. Ik zou graag ook 10 minuten vragen aan de Karel willen doorgeven. Prima. Dus unmute jezelf. Mensen kunnen mij mogen mij vragen stellen, hoor, als ze dat willen. Ja, daarom. Volgens mij hebben we vast wel een vraag. Het kost altijd even tijd voor de eerste, maar... Maar waarom moet ik hem muten? Ik hoef toch niet te muten? Ik luister wel. Nee, de vragen stellen. Maar we hebben Gawad Dinner en we hebben Yehudi Kino. Gawad Dinner. Ja. Maar ik zie je niet. Ik ken de literatuur over... over de chassidisme en het jodendom van Galicië in het Hebreeuws. Er is veel materiaal. Maar ik denk dat jouw boek ook zeer belangrijk zou zijn voor in de Hebreeuws vertaalde literatuur. Waarom laat je het niet vertalen in het Hebreeuws? Jouw kleinkinderen zullen het kunnen het lezen? Mijn kleinkinderen hier spreken Nederlands, maar het Nederlands lezen zal lastig zijn voor ze. Maar natuurlijk wil ik het in het Nederlands vertaald hebben. En ik wil het ook in het Engels. Je hebt het ook voor je kleinkinderen geschreven? Ik heb het voor mijn kleinkinderen geschreven, maar ook voor iedereen die er belangstelling voor heeft. En ik heb het aangeboden dat is via mijn uitgever gedaan. Dat is Prometheus, dat is niet de eerste, de beste. Een van de grote uitgevers in Nederland. En die hebben het aangeboden, ook in Israël en daar is niet op gereageerd. Dus waarschijnlijk moet je daar een netwerk voor hebben of iemand kennen bij een uitgever. En ik ben zover. Ik heb het dan ook aan. Ik heb het wel zelf aangeboden aan Geffen Books. Omdat ik daar altijd grote reclames van zie. Maar daar heb ik niet eens een reactie op gehad. Dus, Heel jammer. Ik heb het boek gelezen toen het uitgekomen is. En het is fantastisch. Ik vind het prachtig. Dankjewel. Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Helemaal eens met Gabba. Yehudi Kinar hadden we. Ja, even kijken waar je bent. Dag Willy. Meneer Kanarek, daar ben je. Ja. Ja, goedenavond. Goedenavond, Yehudi. Ja. Allereerst, ik heb het boek dus nog niet gelezen. Ik hoop het dan binnenkort te doen. Ten eerste, de foto-omslag vond ik een beetje interessant. Omdat die man, dus jouw grootvader, niet echt geziet eruit ziet. Zo mooi aangekleed met een das. En zo, dat viel mij op. Dat was niet zoals ik de Chassidim gekend heb. Mijn grootvader bijvoorbeeld en zo. Dan wou ik u vragen, liep hij zo... Je hebt hem niet gekend meer, hè? Hij is in 1944 in de onderduik aan een hartaanval overleden. Oh. Dus ik ben in 1946 geboren en ik ben naar hem vernoemd. Ja. Dus ik heb hem niet gekend. Jouw vader heeft het nooit gebracht om naar Israël te komen, niet? Nee, die oorlog kwam ertussen en we konden geen Palestina-papieren krijgen. Twee tantes hebben wel Palestina-papieren gekregen. Wat zeg je? Ik heb het erover na de oorlog. Oh, na de oorlog? Ja. Ja, kijk, mijn ouders waren zwaar getraumatiseerd na de oorlog. En mijn vader, vooral het hele verlies van zijn hele familie daar. En mijn moeder had ook familieleden, verraden in Nederland trouwens en vermoord. En ze moesten waren aan het sappelen om een bedrijfje op te bouwen in lederen damestassen. Ze hadden een fabriek. En dat kwam er gewoon niet van in die naoorlog. Bovendien, het was nog steeds heel lastig reizen. Mijn oma is een paar keer in Palestina geweest met papieren. Dat is allemaal heel ingewikkeld. We waren stateloos. Wat ik zeg, tot midden jaren 50 kon ik inderdaad niet weg. Dus het kwam er niet van. Ja. Hadden ze het maar wel gedaan. Was ik daar opgegroeid. Hier opgegroeid. Dankjewel, Yehudi. We hebben Charles met een vraag. Ja, Charles Vos. Ik ben uitgever van beroep. Oh, kijk. Nou. En ik ben mijn carrière als uitgever begonnen in Jeruzalem. En daar heb ik twee boeken uitgegeven in 17e eeuws Nederlands. Als ik op een of andere manier... van dienst kan zijn bij een uitgave in het Hebreeuws, dan ben ik beschikbaar. Maar nou, heel graag. Waarom niet? Ja, waarom niet? Dus daar zullen we over... maar dan zullen we nader moeten praten en zo, want ik weet niet eens of je mij wel als uitgever wil, maar dan zullen we een weg moeten. Nou, ik wil heel graag het boek in het Hebreeuws uitgegeven hebben. Hier. Ja, nou, dan moeten we iemand vinden in...
En daar kan Irgun Olé Holland vast wel bij bemiddelen. Er moet iemand gevonden worden die het boek in het Hebreeuws gaat vertalen. En dan moeten we een weg vinden om het gedrukt te krijgen in Israël en om het verspreid te krijgen in Israël. Nou, jij zit daar, dus die verspreiding zal... Maar dat moet eerst vertaald worden. Ja, maar dan moeten we het dan na deze sessie maar apart over hebben. Ja, precies. Goed? Ja, prima. Uitstekend. Hey Willy. Wie is dat? Marcelle. Hallo. Ja, wacht even, hallo. Marcelle. Ik moet je even opzoeken. In het balkje hierboven. Marcelle. Ja. Ben je zoek daar? Mij. Waar ben je? Even kijken hoor. Ik je ben kunt thuis. Jou daar ben je. Marcelle Zion zie ik staan. Hallo Willy. Hoi. We kennen elkaar. Ja, van filmavonden. Ik ben een groot aanhanger van jouw diepe en serieus werk over het Joodse leven in Europa en in Nederland. En as they say in English, I'm a big fan. Je praat, ja, ik doe ook zo. Je praat over Nederland en in de eerste helft van de 21ste eeuw, hoe onzionistisch dat was. En het heeft niet alleen te maken met mijn familienaam, die echt Zion is. Ja. Maar mijn opa, een hele eigenwijze man, Manuel Zion, is in 1908 opgestapt vanuit het Achterhoekse Eibergen met paardenwagen naar de trein naar Ruurlo, toen met het treintje naar Den Haag. En heeft toen het 7e Zionistische congres bijgewoond, omdat hij dat heel interessant vond. Wat natuurlijk volkomen out of line was met alles wat, wat religieus, Achterhoeks of Nederlands was. Ja. En toen die goede man na dat Zionistische congres terugkwam naar de Achterhoek, werd hij heel ceremonieel verzocht door alle rabbijnen en alle macherim en alle balabatim van Achterhoek en Twente om maar absoluut niet te komen naar het jaarlijkse Joodse bal in de Achterhoek en in Twente, want hij was een Zionist en dat was heel slecht. En die goede man, Manuel Zion, heeft hij zich daar niks van aangetrokken. Mm-hmm. Dus om een echte vroege Zionist te zijn, had een hele grote prijs. Nou wil ik je zeggen dat bijna al mijn nichten, die na de oorlog zijn geboren, jouw generatiegenoten, allemaal hier wonen. En dat hebben we allemaal te danken aan de koppigheid en de wisdom van die opa. Die wist dat de toekomst in Palestina en later Israël lag. En niet in Nederland. En die zich had besloten dat he couldn't care less over de autoriteiten. Dus ik sluit me helemaal aan bij jouw verhaal over eigenwijs zijn en denken voor jezelf. En dat is de kern van het Zionisme. Mooi. Mooi gesproken. Dank je wel. I like you. Thank you. Dank je wel, Marcelle. Wederzijds. Hebben we nog een vraag? Dit was eigenlijk meer mededelingen. Dan hebben we een vraag ook? Ja, Willy. Ja, wie praat er? Bob Kornberg. Even kijken, ik moet je even opzoeken. Je kunt rechts op view klikken en dan heb je de gallery view, zie je iedereen in één keer. Die heb ik, maar daar ben ik, ik moet even, er zitten maar een beperkt aantal plaatjes zie ik daarop. Ik zag iemand met een hele mooie bibliotheek achter zich. Ja, dat was ik. Maar ben je nog op die bibliotheek? Nee, dat is van de Eet Chaim, van de Portugese school. Oh, daar ben je nu? Nee, dat is gewoon een achtergrond. Een virtuele achtergrond, Willy. Ja, ja. Oh, ik dacht dat je zo'n mooie bibliotheek thuis had. Ja, dat is waar. Dat is waar, dat zijn we aan het werken. En droomt hij van?
Ik wil zeggen, toen Yehudi aan het woord was, dacht ik, die wou vast wat zeggen, dat Gerrit van de Veenstraat had natuurlijk een voorgeschiedenis, namelijk de Zwammerdamstraat. Ja, klopt. Ben je nou ooit, was je daar ooit wel eens? Want ik, ik heb les gehad van meneer Moedstoek daarboven. Ja, natuurlijk. Die gaf daar Joodse les boven de Zwammerdamstraat. Wij gingen daar nooit naartoe, maar ik kwam daar dus wel, vanwege die lessen daarboven die daar gehouden werden. Ja. Ik kende het. Volgens mij zijn er een aantal hier. Kan je allemaal, ja. Maar wij gingen in de Kerkstraat. Ja, ja. Ik ben dus een echte Jekke van familie uit. Maar ja. Ik heb leren davenen in de Zwammerdamstraat. En ik zei dus inderdaad ook Boyrich. En ik doe het nog steeds. Je kan precies horen waar ik heb leren davenen. Wat ik heb leren davenen waar. Half meneer Kiewa en half in de Zwammerdamstraat. En het ligt allemaal wat ik daven, in welk stukje. Hoe ik het uitspreek. Maar dus ik dacht wel, moet je eventjes Zwammerdamstraat noemen, want Praga Nathanson, die had dat ook al gevraagd, die over de Zwammerdamstraat. Ja, ja, precies. Eigenlijk een soort gelijke shul, alleen van andere soort mensen. Ja, die kwamen in allebei de shuls. Er zijn mensen uit de Kerkstraat of uit de Zwammerdam, die kwamen over en weer. Maar wij gingen altijd naar de Kerkstraat. Was de dokter, jij noemde dokter Bart, kwam ook in de Russische shul? En die was de gabber bij ons. Dr. Bart was in mijn jaren, dat is de jaren 50, was hij de gabber van deze school. En hij beleefde dat tot het eind aan toe. Ja, ja. Die woonde in de Sarfati-straat, hè? Hij was een mondarts en hij woonde in de Sarfati-straat. Later op de Weteringsgans. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij heeft hij altijd op de... Nummer 73. Altijd op de Sarfati-straat. Ja. Stond een groot bord. Dr. Bart, mondarts. Ja, ja. Ja. Oké, okay, bedankt. Sorry. Ik ga het boek gauw lezen, Beleven en Welzijn. Okay, ja. Het is je aangeraden. Andere vraag. Ja, we hebben Max Nathans. Ja, hallo Willy. Geen vraag, geen opmerking. Ja. Ik wil alleen even zeggen dat mijn ouders waren Zionisten, maar ze zijn ook nooit tot op latere leeftijd niet naar Israël gekomen, maar ze hebben er wel hard voor gewerkt dat al hun drie kinderen naar Israël zijn gekomen. En daar wonen we dus al veel jaren met veel kinderen en kleinkinderen. Romein. Je weet wie ik ben natuurlijk. Ik weet het. Goed zo. Ik weet het zeker, want we kennen elkaar al heel lang. Ja. En je vrouw ook, en vanuit Habonim. En vanuit die hoek, zeker. Oké, dankjewel. Wat een heel interessant verhaal trouwens. Graag gedaan. Graag gedaan. Andere vragen nog? Eenmaal, andermaal. Mag ik even wat zeggen? Ik ben... Wie praat er? Jetta op den Berg. Mijn moeder was Nettie Elias. En ja? Die woonde in de oorlogsjaren in... Palestina. Dat is in 1938 naar Palestina gegaan op uitnodiging van Emmy en Henry Kaufman. Ja. Die met hun gezin in Palestina al woonden. Ja. En zij was een van de, ja, ik wil niet zeggen grondleggers, dat kan ik niet zeggen, Marion, maar toch, ze heeft wel een belangrijke rol vult bij de Irgun Olé Holland in de oorlogsjaren. En ze had eigenlijk, heeft ze wel eens als grapje gezegd tegen mij, ja, ik had twee keuzes. De ene keuze was om in Palestina te blijven met haar achtergrond. Ze heeft als een van de weinige Nederlandse vrouwen economie gestudeerd. En de andere keuze was om met je vader te trouwen. En ja, ik heb het laatste gedaan. En daar ben ik aan te danken dat ik hier ben. En mijn moeder, al lang overleden, had eigenlijk maar één land. En dat was Israël. En dat is een van de redenen waarom ik nu, als ik enigszins kan, de verhalen bijwoon van de Irgun Olé Holland als een soort eerbetoon aan mijn moeder en aan Mirjam en Lijp de Leeuw, die natuurlijk heel veel voor de Irgun Olé Holland gedaan hebben.
En ik ben heel, ik vind het heel, heel bijzonder om dit allemaal te horen. Uw verhalen ook weer. En dan denk ik, ja, we zullen het nooit en nooit en nooit mogen vergeten. Wat er allemaal gebeurd is, wat er allemaal aangedaan is. Mijn grootouders zaten in Bergen-Belsen en mijn grootvader is, zoals mijn moeder daar zegt, gebleven, zij. En mijn grootmoeder is in 1944 met een van de uitwisselingen naar Palestina gekomen en heeft toen nog 2 jaar bij mijn moeder gewoond. En het is heel, ja, het is voor mij ontzettend dierbaar als er wat verteld wordt en wat, dat ik denk, ja, daarom zit ik hier. Daarom ben ik er überhaupt. Dat mijn moeder in die jaren in Palestina was. Want als ze in Nederland was gebleven, had ze het niet overleefd. Mag ik even wat vragen? Tuurlijk. Welke Optenberg ken ik vanuit Harmonie van lang geleden, uit de jaren 50? Dat is niet mijn vader geweest. Dat is een andere Optenberg geweest die, ik denk Harry Optenberg. Mijn vader heette eigenlijk Herman. Woonde in de... Maar hoe oud was je vader in de jaren 50? Was hij maar 3 in die tijd? Nee, absoluut niet. Oh, nee. Oké, dan kan het niet. Nee, dan moet het een andere op de berg geweest zijn. Ja. Er was een vraag op de chat of jouw boek in Israël besteld kan worden. Ja, ik heb het zelf nooit besteld in Israël. Nee, dat zal dan. Ik heb het van jou gekregen. Maar ik weet niet, je kan het... Ik heb het wel op bol.com en op... weet ik veel, Amazon. Op al die sites bestellen. Of gewoon in Nederland door kennis of zo en laten opsturen. Ik weet niet hoe je dat het beste kan doen. Maar heel wat kort. Proberen online dat te vinden. Ja? Dus als je iemand vanuit Nederland kan natuurlijk naar Israël brengen, maar Amazon, als ik me niet vergis, is er tot $70 kun je belastingvrij bestellen via die website en dan komt het Israël binnen. Nou, je moet gewoon even googlen. Gewoon googlen. En ik weet dat de boekhandel Jimmink in Amsterdam en maar ook Scheltema, hadden een voorraad ervan. Dus dat moet te verkrijgen zijn. Andere vraag. Esther. Wilde Esther nog wat vragen? Billy? Andere keer. Die stem even horen. Maar Dina heeft een vraag. Oh, dus sorry, Dina. Maar nee, ik was even bij je moeder gebleven. Dina, waar is Dini van het centrum. Dina, ik zie het, ja. Ja, oké. Okay. Ik was een van de allereerste die het via jou het boek gekregen heb. Ik heb het al meteen aan het begin helemaal gelezen. En het is natuurlijk al lang ingevoerd in het centrum. Alleen niemand kan er komen op dit moment. Maar binnenkort hopen we weer te openen vanwege de corona. Dus het mooi. Is wel inderdaad een geweldig boek. Geweldig. Heel bijzonder. Dankjewel. Ja. Oké, zullen we Gideon? Esther heeft de vraag. Ja, ik kan het niet laten. Ik zat er wel. Nee, je kon er niet omheen. Nee. Zo heerlijk om je te zien. Dankjewel. Leuk. Dankjewel. Wanneer komt je film uit? Nou, nee, deze film. Ik ben met 2 films bezig op dit moment. Welke? Deze film waar ik daarnet over sprak, die gaat inderdaad over de Oekraïne. En dat is een heel verhaal. Dat is een beetje te vroeg om dat nu allemaal uit te leggen. Het script heb ik al geschreven daarvoor. En dat je weet, het maken van een film is altijd een hele lange weg. Omdat er geld mee gemoeid is. Je hebt budget nodig. En hier zijn mensen mee gemoeid met wie ik die reis maak, et cetera. De andere film die ik maak heet Verdwenen Stad. En die film gaat over Amsterdam in de oorlogsjaren. En dat zie ik een beetje als mijn definitieve film over de Holocaust. Ik heb er dan 23 gemaakt. Ik vind het dan wel mooi. Die gaat over Amsterdam in de oorlogsjaren. En het gaat in het bijzonder over de 80.000 Joden die op 1 mei 1940 in Amsterdam woonden. En die er eind september 1943 niet meer waren. Natuurlijk een aantal gelukkig ondergedoken, maar het merendeel weg. Daar gaat die film over.
allerlei aspecten. Ik doe dat met de allerlaatste. Dat zijn dan hun kindoverlevenden voornamelijk. Die zich herinneren hoe ze uit hun huis zijn weggehaald en wat er met ze gebeurd is. Dat wordt een grote film. De bedoeling is dat die film in première gaat tijdens de opening van het nieuwe Nationaal Holocaust Museum. Dat is voorjaar 2023, dus dat is nog even, maar ik heb er nog heel veel werk aan. En dat maak ik ook inderdaad in samenwerking met het Joodse Studies Museum en met het NIOD. Wauw. Veel werk, je hebt het druk. Ik ben dit jaar 75 geworden. Ik ben 50 jaar zit ik in het vak. En ik ben nog steeds bezig. Heerlijk. Vele jaren. Dankjewel dat je getuige van mag zijn. En welke nationaliteit heb je nu? De Nederlandse of de Israëlische? Je weet dat Nederland... Zullen we maar niet op ingaan. Je weet dat Nederland geen twee paspoorten toestaat. Dat weet je. Dus ik heb er twee. Ja, maar goed. Wat is jouw Nederlandse en een Israëlische? Ja. Nou, heb je dat goed gedaan. Nou, ik niet mijn ouders. Oh ja, dus nee, maar toen wij Aliyama kon dat niet. Dus, ja, maar ik heb toch voor het Nederlandse gekozen uit pragmatische overwegingen. Omdat ik natuurlijk veel reis, ook voor mijn werk, naar allerlei rare landen. Ook Afrika, daar was ik nog 2 jaar geleden. Het was een plagerij. En nou ja, ik had heel graag het Israëlisch paspoort gehad. Maar ik zag de enorme beperkingen in verband met mijn werk. En heb daar samen met Hanna besloten dat we toch het Nederlandse paspoort behouden. Het leven ons iets makkelijker, helaas. Nou ja, maar je voelt je Israëli. Nou ja, goed. Kijk, wij wonen nu. We hebben onze eerste flat in 1995 hier gekocht. Ja. En waren hier dus heel vaak. In 2004 zijn we hier permanent komen wonen. Dus nu 17 jaar. Nou, Israëli, dat voel je niet, want... Je bent niet hier geboren en getogen en je spreekt de taal niet vloeiend zoals... Ik ben hier getogen en ik spreek de taal nog steeds niet goed. Oh nee? Ik heb tot mijn 6e hier gewoond. Daar gaan we een aparte Zoom voor hebben. Daar gaan we een andere Zoom voor hebben. Hele spannende Zoom. Gideon, verstandig, Gideon. Ja, precies. Heel verstandig. Maar ik zie iemand heeft zijn hand opgestoken. Bram Nathans. Wat houdt dat in? Weet ik niet. Geen idee. Bram? Hij staat ook mute. En heeft geen plaatje, dus ik weet het niet. En Michal Willy, die heeft 2 paspoorten, neem ik aan. Want, Michal is met een Israëli getrouwd en die heeft derhalve 2 paspoorten. Maar dus, haar kinderen hebben ook paspoorten. Ook Nederlands Israëlisch paspoort, zeker. Ja, ja. Willy, okay. Hi Willy, Yvonne. We hebben samen op het taboet resort Ivriet geleerd. Ja, wat vind je daarvan? Ik moet je even opzoeken. Ja, daar ben je, Yvonne. Ja. Dat ben je zeker vergeten. Nee, helemaal niet. Hoe kan ik jou nou ooit vergeten? Wij zaten samen op het taboet resort, maar dat is heel lang geleden. Dat was eind jaren 50. Zoiets, ja. Wow. Ja. Vandaar dat ik een vloeiend Ivriet spreek. Vanwege dat taboe door jou. Hi Willy. Ja. Wij hebben samen in een commissie gezeten om films te maken over Jodendom. Wacht even. Personeel van even opzoeken. Wie praat? Marty Hersler, maar ze heeft geen foto. Waar is Marty Hersler? Ik zie je niet, Marty. We zaten in de Jibane, heb je het over. Nee, het was een commissie met rabbijn Forst en rabbijn Jacobs. Oh. En mensen van de tehuizen. En jij hebt toen films gemaakt over Jodendom. Ja. En er waren mensen van alle, er waren liberalen en orthodoxen bij. En er waren iedere keer discussies. Kan je het nog herinneren? Die liberalen die lagen heel erg dwars, kan ik me herinneren. Het was vreselijk. En ik weet niet of Lilienthal was de grote man daarachter, geloof ik, hè, of niet? Dat kan zijn, ik weet niet. Ik werd er toen ingehaald als pastoraal werker, omdat ik pastoraal werker was. Ja, maar ik kan me dat wel herinneren. Ik herinner me dat jij er helemaal kriebelig van werd. Ja, daar werd ik gek van. Dus ik dacht, ik zeg dat nog even. Nou, ik weet nog dat ik een script had geschreven. En dat was door iedereen goedgekeurd. Maar toen moest ik daarna ook nog een hersje krijgen van de liberalen.
Ja, ja, ja. Nou, dat was een enorm gedoe, want ik dacht het allemaal anders. Wat? Ja, dat was iedere keer discussie. Maar hij woont nu in Jeruzalem. Hij heeft toch een goede daad gedaan. Want hij heeft alia gemaakt met zijn vrouw. Ja. Al een aantal jaren. En ja, enkele keer zie ik hem wel eens bij jou in de buurt lopen. Is hij niet een buurman van je? Nee, dat was maar een grapje. Nee. En op deze, volgens mij moeten we een einde aanbreiden. Ja, maar ik wou er even in herinneren. Nee, want anders wordt het te persoonlijk. De wekker gaat. Ja. Te persoonlijk. Dag Edith. Hé, hey, dag. Dag Lily. Ja, ben je in Jeruzalem of zit je om de hoek? Nee, ik zit niet om de hoek. En mijn zoon is hier ook, en met vrouw en kinderen. We zitten in Jeruzalem. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. We zitten hier in Jeruzalem. Dag Micha. Kom snel, Edith. Oh, mag u? Ja. Waar is ik hoop het ook, Gideon. Ik wil Gideon bedanken voor het initiatief om wat te vertellen over mijn. Mag ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid en Gideon uiteraard voor het initiatief om dit te organiseren en iets te mogen vertellen over dit verhaal. Dank je wel allemaal. Graag gedaan. Ik dank je wel. Ja, heel erg bedankt Willy voor deze avond. Natuurlijk, ja, uiteraard. Nou, en hopelijk tot ziens in goede tijden en dat corona snel voorbij mag zijn. Amen. Ja, dat hopen we wel. Nee, allemaal. Oké, goeie avond. Geniet van je kinderen. Dag allemaal. Dankjewel. Bye. Bye bye. Dag.